Erik van Muiswinkel. Dag meneer Groot. Niet echt gelegen, nee. Nee, maar als het zakelijk is, kan het wel even heel snel, ja. Waar gaat het over? Uw bedrijf bestaat 100 jaar. Ja. Wat voor bedrijf is dat? Oh ja, leuk. En of ik een grote speech wil houden op het personeelsfeest? Ja, dat dacht ik al. Als Nelson Mandela. Ja, dat kan ik ook nog wel, ja. Maar zeg maar, wat zou Nelson Mandela in die speech dan moeten beweren over kuppensoep? Heeft u daar een mening over? Nee, ja, nee, ik snap het. Leuk. Nou, 10, 12 minuten, denk ik. 8.500 euro. Nee, daar zit Van Vleuten dan niet bij. Nee, als Van Vleuten meekomt, is het 5.000 euro. Nee, maar meneer Groot, dat is een grapje. U weet toch dat wij niet meer samenwerken? Nee, wij zijn geen theaterduo meer, hoor. Nee, Diederik is iets totaal anders aan het doen. Die is een antiquariaat begonnen. En we... Nee, oude stoelen, dat is een antiquair, hè? Dat is een antiek. Met antiquariaat is tweedehands boeken. Ja. Nou, treurig zou ik het niet willen noemen. Hij is er zelf heel gelukkig mee. Ja, maar meneer Groot, moet u luisteren. Ik moet nu echt vandoor. Ja, het spijt me. Wij regelen de details later. Komt voor de bakker. Ik haal die pruik van Mandela uit het vet. En dan wordt dat een hele leuke middag. Ja hoor. Dag meneer Groot. Succes in de soep. Nelson Mandela. Wauw. People often ask me, Mr. Mandela, how on earth did you ever survive 26 years on Robben Island? On kuppensoep! Ah, dat komt nog goed. Doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad... staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Willem Elschot, het huwelijk. 1-0. Heel goed. Ik, kleine slaaf, van poëzie en taal. Mij was ter borst de eerste melk als schraal. Gerard en Brabander, de holle man. 1-1. Heel goed. Doelloos zit ik. Gods doel is de doelloosheid. Maar voor geen mens is het weggelegd dit bij voortduring te beseffen. Neschio, titaantjes. 2-1. God. Gaan we er een echte wedstrijd van maken? Het is niet moeilijk genoeg. Kom op, man. Ga ik je even pakken. Let op. Er stond een straffe Noordooster. Regen en ziektekiemen met zich meevoerend. Er was dan ook niemand die voor zijn plezier naar buiten ging. Zodat ik alle reden heb te wijzen op de twee duisterende figuren. Die zich ophielden rond slot Bommelstein. Martin Toonder, Tom Poes en de Pasmunt. Pagina 58. Ach, zo. Hey, als jij de volgende weet, heb jij gewonnen. Dubbele punten? Dubbele punten. Ja, kom maar op. Jij weet hem niet. Ik weet hem wel. Nee, kan niet. Ik weet alles. Kom maar. Deze muisjes zijn niet alleen lekker op brood of beschuit. Strooi ook eens zo'n fris laagje over uw zelfgebakken flensjes. Een heerlijke combinatie. Die hadden jullie dus ook? De Ruiter familiepak muisjes. Ja! Gewonnen. Dankjewel. Heel goed. Hé, hey, hoe is die? Het gaat prima. Alles goed in het winkeltje? Zeker. Wat zie ik, joh? Nieuw pak. Wat is er mis met mijn pak? Nee, niks. Een schitterend pak, man. Is toch mooi? In welke kringloopwinkel heb jij je goldkaart laten wapperen? Maak eens even een rondje voor me, kan ik even kijken? Wat? Even, nee, gewoon even ronddraaien. Ja, kijk eens even met de ribbels en de riemen en de ruiten. Het zit er allemaal weer aan. En ook in dit pak weer een reet als een boekensteun. Jij moest weer toevallig in de buurt zijn? Ja, hoezo? Nou ja, omdat je vorige week ook toevallig in de buurt moest zijn. Ja, nou, nou ja, ik ben dol op een flesje port, maar niet meer dan 1 fles port per week. Wat wil je daar nou weer mee zeggen? Nou ja, ik neem aan... dat ik weer een lekker flesje port bij me heb. Is het zo? En inderdaad. Wat een verrassing. Nou, gefeliciteerd. Weet je wat hier heel lekker bij is? Ja. Dat zijn speculaasbrokjes. Ja, nou, alsjeblieft. Dank je wel. Wat mag ik jou inschenken? Ja, god, wat heb je? Port. Lekker. Lekker, ja. En meteen maar iets te knabbelen erbij en een speculaasbrokje. Ja? Nou, ik heb pas weer gehoord dat die daar heel lekker bij zijn. Dan tref jij het. Ik heb ze net weer binnen.
Zullen we hier gewoon mee ophouden en een glaasje gaan inschenken? Alsjeblieft. Heerlijk. Dan gaan wij eens even een toast uitbrengen op de oude Oblomov. Juist. Ik hoorde van de week weer iemand zeggen dat je dus eigenlijk moet uitspreken... Oblomov, hè, moet je uitspreken. Is dat zo? Dat klopt, ja. Ja. In principe is het Oblomov. Oblomov. Maar mensen die Oblomov zeggen, dat zijn wel precies dezelfde aanstellers... als al die mensen die opeens Srebrenica gingen zeggen. God. Terwijl de rest van Nederland al 10 jaar Srebrenica zegt. Srebrenica? Ja. Ja, volgens mij is Philip Freriks daarmee begonnen met dat Srebrenica. Ja, die is er wel mee begonnen, maar die is halverwege het woord weer gestopt. Hé, hey, gezondheid. Hele. Voor ik het vergeet, het ligt voor op mijn tong. Hoe heet dat toch die vent van wie jij dit winkeltje gekocht hebt? Bub Fuik. Bub. Ik weet het niet. Wat is er? Bub Fuik. Wie heet er dan toch in godsnaam Bub, man? Dat is toch geen naam? Bub. Bub Fuik is een hele grote naam in de tweedehands boekenwereld. Nee, het is een hele rare naam in de tweedehands boekenwereld. Hey, heb jij nog leuke nieuwe aanwinsten voor de liefhebber? Nieuwe aanwinsten? Jazeker. De nieuwe aanwinsten die staan hier in de voorste kast. Voorste kast? Ja. Nou. Mocht er iets voor je bij zitten, dan hoor ik het graag. Alleen de prijzen zijn nog in guldens. Met die hele euro wens ik niets te maken te hebben. Oh, nee, goed. Oh, wacht even. Wat een heerlijke titels weer allemaal, joh. Zwolle Hansestad. Prachtig. Keizers van het Ottomaanse Rijk. Het lexicon der Friese landbouw. Allebei de delen. Dat wordt weer met volle tassen de winkel uit straks. Als ik mij niet sterk vergis. Hier, de peel een verkenning. Wat is dat? Dat is geschreven voor mensen die de peel niet kennen. Je moet het zien als een soort verkenning. En wat vraag je daar nou voor? Begrip. Hé, mooi zeg dit. Kijk eens even. Onbekende hondenrassen. Dat lijkt me nog knap lastig om zo'n boek te schrijven trouwens. Hey. Zie ik nou, heb jij hier nou een compleet plankje voor het extreemrechtse gedachtegoed? Hele bibliotheek voor de bruine hemden? Ja. Jongen, jij moet eens weten hoeveel vraag daar is de laatste maanden. Hm. Ik heb ze speciaal voor jou vast netjes in het gelid gezet. Ik zie het, zeg. Het Lonsdeelhoekje. De ijzerbedevaart. Vlaanderen boven. Marcheren kun je leren. Het is toch gewoon absurd, dokter Anders H. Janmaat. Een leven in pasteltinten. Niet te geloven, zeg. Jeumige. Collaboratie in Arnhem, 40-45. 27 delen, zeg hij. Prachtig. Ah. De afdeling erotiek heb ik verplaatst. Oh, ja. De erotiek staat nu tussen psychologie en hobby. Wacht even, psychologie? Oh, ja, erotica. Oh, maar dat is een mooi plankje geworden, zeg. Hey. Dankjewel. Oh, mijn vertrouwde vriendinnen staan er weer tussen. Anayas Nin. Benoit de Groot. Zalp op mijn fluit. Kamasutra natuurlijk weer, Marquise de Sade. Die had hem ook niet om mee te plassen. Helene van Rooij. Heb jij Helene van Rooij bij de erotiek staan? Ja, waar moet ik Helene van Rooij anders zetten? Bij de scheepvaart? Nee, ik dacht dat Helene van Rooij literatuur was. Dat is ook literatuur. Alleen niet in mijn winkel. Oh, nee. Het verbaast mij gewoon dat dit nou alweer tweedehands in de winkel ligt. Maar goed, zo te ruiken heeft de vorige eigenaar er een hoop plezier van gehad. Dus ik zal Helene even terugplakken. Ah, kijk eens even. Nancy Friday, diepe gronden. Dat is ook goed, hè? Sorry? Nancy Friday, diepe gronden. Nancy Friday? Ja, die ken je toch wel? Je hebt hier staan, die Amerikaanse psychologe. Die heeft onderzoek gedaan naar de diepste erotische fantasieën van vrouwen. Ah. Diepe gronden. Wist jij dat heel veel vrouwen dus als diepste fantasie hebben... dat ze door meerdere mannen tegelijk verkracht worden? En hoe laat moeten wij daar zijn? Heel even nog, wat, het ontschiet me weer. Hoe heet nou toch die vent van wie jij dit winkeltje hebt gekocht? Bub Fuik. Bub Fuik. Wat is daar nou leuk aan die naam? Die man die heet gewoon Bub Fuik. Ik wil hem gewoon nog één keer horen. Nou toch eens over. Het is zo leuk om te horen. Bub Fuik. Jij hebt mij wel een keer verteld dat die kerel een wereldreis is gaan maken. Na de verkoop van het winkeltje, toch? Dat is correct, ja. Ja, de laatste berichten over Bub die komen uit het hartje van Australië. Hij zit exact in het midden, in, hoe heet het daar, in Alice Springs. Alice Springs? Ja. Dat doet zo'n vent aan je.
Zit hij een beetje op zijn didgeridoo te blazen? Bup. Zeg, je bent ook weer hoofdpiet dit jaar. Ja, die komt er ook weer aan. Die komt er weer aan, hè? Ja. Je hebt het zwart al achter je oren, zie ik. Beledig ik jou heel erg als ik zeg dat ik de hoofdpiet nou niet bepaald een van jouw allergrootste imitaties vind? Nou, de hoofdpiet is ook helemaal geen imitatie. De hoofdpiet is een zelfstandig karakter. Een zelfstandig karakter, dat verbetert de zaak. Ja. Zeg, ik mag aannemen dat jij over een paar jaar Sinterklaas bent? De eerste paardrijlessen zijn genomen. Ja? De mijter staat al in de kast. In de mijterkast? Mag ik ook een keertje? Ja, heel fijn. Zo de meter op. Hey vriend. Ha. Geef mij eens een eerlijk antwoord. Die duikplank, was jij dat ook? Duikplank? Duikplank. Nee. Ik sla op een avond de krant open. Wat zie ik daar? Een hele grote foto. Wie staat daar? Boven op een hoge duikplank. Bij een heel groot zwembad met een pruik op zijn kop en een microfoon in je hand. Ik was verkleed. Nee, ik weet wat je bedoelt. Ik heb een zwembad geopend. Jij was dat wel? Ja, ik heb een nieuw zwembad geopend. Het was mooi. Ze hadden gevraagd of ik dus een speech wou houden vanaf de hoge plank. Ja? En dan mocht ik dus als dik advocaat die mensen helemaal toespreken en een heel verhaal houden. Wacht even. Jij bent gebeld of jij verkleed als dik advocaat van een hoge duikplank een zwembad wil openen? Ja. En dan zeg je ja? Nou ja, je kan wel nee zeggen. Maar dan ben je de volgende keer de lul. Dus ik doe dat dan een keertje, ja. Maar leg mij nou eens uit. Je krijgt zo'n telefoontje. Ja. Hoe doe je dat dan? Ja, ik vind dat dan wel aardig. Maar hoe bereid je je voor? Ja, ik verkleed me thuis als dik advocaat. Doe ik al helemaal thuis. Jij bent thuis al dik advocaat? Nee, wacht nou even. Dan laat ik het ook helemaal. Dan is dit ook de duikplank ook. Let op. Deze. Nee, dan ga ik dus thuis ben ik al helemaal. Heb ik hele grimeuze bij me. Die gaat helemaal opmaken. Dus dan kom ik al in de auto. Rijd ik al naar het zwembad als dik advocaat. Ja? Dus ik rijd als dik advocaat. Dus op de parkeerplaats uitstappen. En dan loop ik dus naar die plank toe. Zo als dik advocaat naar de duikplank toe loopt. Weet je wel? Nou, dat weet iedereen hoe dik advocaat loopt. Weet je wel? Nou, dan sta je dus op die duik. Dat is natuurlijk mooi. Het is een 3-meter plank. Hè? Ja. Het is een hoge plank. Dus de dik advocaat van zichzelf. Een heel klein haagd mannetje. Ja. Maar op 3-meter plank. In één klap is hij 3,50 meter hoog. Nou, dat is natuurlijk schitterend. Schitterend voor zo'n man. Nou, dan houdt hij de toespraak. Allemaal mensen, weet je wel. Genodigde dames en heren, jongens, meisjes. Als ex-bondscoach Nels Elftal en Borussia Mönchengladbach in Gladbach. Verklaar ik thans, in principe, dit vrije zwembad, geopend! En dan, verrassing, zo, in één keer zo erin duiken, zeg. Ja. Gruik is nog eerder in het water als dik zelf. Ja. Nou, dat is de grote kunst is om in je eigen pruik te duiken. Ja, ik kan wel nee zeggen, maar dan ben je de volgende keer de lul, dus dat doe ik dan. Ja goed, ik begin erover, want ik zag die foto in de krant en ik dacht eigenlijk maar één ding. Jij ziet er niet gelukkig uit. Hoezo? Je had jezelf eens moeten zien staan op die plank. Je stond er zo eenzaam en zo verloren bij. Ja, nee, dat ben ik niet. Dat is dik advocaat. Hij is altijd eenzaam, want hij heeft meestal verloren. Luister, jij kan toch veel meer? Wat dan? Je doet jezelf zo tekort, man. Altijd maar die stemmetjes en die typen. Nee, dat gaat doe toch niet eens toe. Wat anders. Luister, ik ben er toch zelf bij. Als ik geen zin heb om verkleed als dik advocaat in de zwembad te duiken, dan doe ik het niet, hoor. Nee, maar jouw probleem is nou juist dat je er altijd wel zin in hebt. Helemaal niet. En ik zeg, je doet jezelf tekort. Luister jij nou, kan meer, hou er nou luister voor. Nou één keer naar mij. Ik had een leuke ochtend op die plank. Ik heb een toespraak gehouden. Ik heb een paar centjes verdiend. Okay, hoop mensen plezier van gehad. Prima. Moet ik daarvoor staan toestemming voor vragen? Ik dacht het niet. Ik denk alleen dat jij er op deze foto een stuk gelukkiger uitziet. Wat heb je nou weer? Niet waar, man. Heb jij die nog? Dat is mooi. Wat goed, hè. Die foto ben ik al 100 jaar kwijt, man. Ja? Jezus, klas 1A, gymnasium, 1974. Nee, dat is dus meer dan 30 jaar terug. Dat is 30 jaar terug, man. Daar zit je. Ja? En kijk nou even naar dat lachende ventje. Ja. Dat ben jij. Oh, dat bedoel je. Wat een leuke klap. Maar moet je die koppen zien, man, 1974. En die kleren die ze ons aantrokken. Dat is toch werkelijk. Dat zie je ook maar daarmee op straat sturen. Te kort, man. Met die ribbels en de riemen en de ruiten. Dat is werkelijk. Hoe heet dat toch ook weer die gozer met die bril hier? Helemaal aan de zijkant, hoe heet die? Met die bril. Dat is ook zo'n gek. Ja, wacht even. Hou me opzij. Sjaak! De professor. De professor? Ah, dat was toch die jongen, volgens mij heeft hij een 18 vakken eindexamen gedaan of zo. Uitsloven. Eind juli zat hij nog steeds in zijn stomme eentje in een kokende gymzaal. Zat hij zijn eindexamen Fins-Hongaars te maken. Rare vogel.
Weet je dat ik mij pas jaren later gerealiseerd heb dat Sjaak in de klas ook altijd helemaal aan de zijkant zat? Nou, hij zat altijd weggestopt in een hoekje. Is dat nou zo? Dat heeft niemand van ons ooit gezien. Dan moet je kijken, hier op die foto, die kop. Je kon het hier al zien. Nee, maar dat was toch gewoon... Het was raar, vind ik. Het was zichzelf een raar. Antiquariaat Oblomov. Boeken over de oorlog. Uiteraard hebben wij boeken over de oorlog, jazeker. Ja, ja, mag ik even vragen welke oorlog u precies bedoelt? Nou ja, ik bedoel de Peloponnesische oorlog, de Frans-Duitse oorlog, de Krimoorlog, Boerenoorlog, Eerste Wereldoorlog. Het maakt u niet uit, het is een cadeautje. Oké, ja, nou dan zou ik zeggen, neemt u in dat geval gewoon de Tweede Wereldoorlog. Jawel hoor, die doet het altijd uitstekend op feesten en partijen. Ja, wij hebben een boek over de Tweede Wereldoorlog, zeker. Ja, misschien mag ik u adviseren van wijlen professor Lou de Jong. Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Ja, waar gaat dat over? Dat gaat grofweg over het Koninkrijk der Nederlanden, maar dan dus in de Tweede Wereldoorlog. Daar zitten plaatjes bij. Ja hoor, zeker. Nee hoor, dat ziet er nog prima uit. Het is wel tweedehands, maar er heeft nog nooit iemand met zijn vingers aangezeten. Ja, ja, de gelezen editie die kom je sowieso nauwelijks meer tegen. Hoor. Dat komt bij ons op 425 gulden. Ik heb geen idee, dat zou je zelf even moeten omrekenen. Te duur. Nee hoor, dat is niet te duur. Moet horen, de boeken zien er nog prima uit. Het stofomslag is nog helemaal intact. U vindt het te duur. Juist. Weet u wat we doen? Ik leg de boeken hier een week lang voor u apart. U komt langs op het moment dat het u schikt. U gaat hier heerlijk ontspannen een beetje zitten bladeren. Ik schenk een glaasje port en u vindt het te duur. Juist. Nou, dan zou ik zeggen, prop dan die hele Lou de Jong maar in je hol. Dat interesseert u best, want het zijn namelijk 22 delen. Zo, dat is zaken doen op het scherp van de snede. Luister vriend, ik heb hier in mijn winkel één principe. En dat principe is simpel en duidelijk. Ik lever kwaliteit. Maar je hebt gelijk. Ik verkoop alleen aan de liefhebber. Ja. En de liefhebber die komt hier vroeg of laat door deze deur. Je hebt groter. Wat is dit voor boek nou? Wacht even. Ik zie het nu goed, hè. Jij zit nu met een glas kleverige rode port. Jawel. Boven een 19e eeuws boek. Ja, ik zie het goed, hè. Ja, ja, ja. Ben je dat rustig? Nee, maar ik doe voorzichtig. Nee, maar ik doe heel veel. Nee, maar dan moet je niet geen paniek. Nee, maar dat gaat goed. Zet het er niet op, man. Zet het glas er niet op, gek. Kom op, man. Dit is gewoon een heel oud boek. Dat is ook een hele oude port. Nee, kom op. Dit is nooit meer doen. Sorry, excuus. Wat is het voor boek? Dit is mijn lievelingsboek. Dit is De Wereld van Gilbert en Sullivan. Alsjeblieft. Ga weg. Ja. Zo'n gigantisch boek. Over die ene lijpe Engelse zanger met een kruimeltje pet. Nothing old, nothing new, nothing venture. Erik, dat is Gilbert O'Sullivan. Ja. Ja. Dat draaide jouw moeder altijd als ze dronken was. Ja, dit is Gilbert en Sullivan. Dit zijn er twee. Wacht even, jij hebt nog nooit gehoord van Gilbert en Sullivan? Nee. God, William Schwenk Gilbert, de tekstschrijver. Arthur Sullivan, de componist. Dat was een duo. In de tijd van koningin Victoria, Gilbert en Sullivan, die schreven light opera's. Light opera? Ja, dat was een musical van de 19e eeuw. Oh. Dat ken je niet? Nee. Kom op, man. De Mikado. The Pirates of Penzance. The Yeoman of the Guard. Het zegt mij allemaal niks. Ik zal je vertellen, als zo'n stuk in Londen in première ging in de tijd, daar was geen kaartje meer voor te krijgen. Het was waanzinnig populair. Dan heb ik het over het Londen van 1880. Hè? Ja, 1880. Jongen, dat is wel ongeveer de allermooiste tijd. Moet je je voorstellen, Londen 1880. Hè, de avond valt, mist over de straten. De maan komt op boven de touw. Die hele Charles Dickens tijd. Weet je, die prachtige mannen met van die grote bakkenbaarden en van die koetsen. Weet je. Good evening, sir. Good evening. You seem to be in very high spirits. Well, I am, because I've got 2 tickets for Gilbert and Sullivan. Oh, you lucky boy. You've got tickets for Gilbert and Sullivan. Oh, I like them. They are tremendous. My favorite couple. Well, hello, good night. I must be going. Good night. Jij hebt er geen spijt van dat wij zijn gestopt met theater? Nee, jij zal toch ook wel eens aangesproken worden? Mensen die dan vragen van, gaan jullie nog weer eens wat doen in theater samen? Of, geen haar op mijn hoofd. Nee, dat heb ik ook niet hoor. Ik mis het geen seconde, joh, dat hele theater niet, echt waar. Ik ook niet. Nee, volgens mij zijn wij precies op het goede moment gestopt. Net dat, voor die, dat denk ik wel. Hè. Voor die grote golf met bagger. Nee hoor, heel goed. Hey, maar weet jij nog het moment dat jij daarover begon? Waarover? Ja, dat we zouden gaan stoppen. Want jij begon daarover. Dat zou ik niet meer weten. Ja, jawel. We reden terug uit Roosendaal midden in de nacht. Jij zei, Roosendaal? Roosendaal? Ja, we hadden opgetreden in de kring. Roosendaal. Jij rijdt Roosendaal uit. Ja. Uur of half 1 s'nachts. Jij stopt bij de Texaco-pomp. Je moet tanken. Mm-hmm. En toen heb ik daar in die snackshop van die Texaco, ik denk binnen 10 minuten, een gehaktstaaf, een Twix en een blik Fristie genuttigd.
Ja? En die zijn daar in mijn maag geen vriendjes geworden. Weet je, dat is gaan gisten en ik een eind verderop in die warme auto liet ik toen zo'n soort dampende gehaktstaafboer, weet je wel. Zo'n dat je denkt dat je hem binnenhoudt, maar dat hij toch door je oren zo naar buiten komt. Ja. En toen draaide jij alle raampjes tegelijk open. Juist. En toen zei jij... En nou stop ik stop ermee. Ja. Ik ruik hem weer helemaal voor me, zeg. Ja. Maar wacht even.